bunny power. Damn! Oké, ik ben nog nooit zo stoked geweest. Yes! Zes glazen water, daar ben ik mijn dag mee gestart. Dat voelt echt wel waterig in mijn buik, maar het is echt nodig, want ik heb gisteren te weinig water gedronken en daarom heb ik deze ochtend een kramp gehad. Ik rekte mij zo uit in mijn bed en opeens kreeg ik echt een hevige kramp hier in mijn kuit. Het deed echt super veel pijn. Misschien hebben jullie dat ooit al gehad, misschien ook niet, maar als jullie dat ooit al hebben gehad, dan weten jullie hoeveel pijn dat doet. Dat is echt niet normaal. Zo'n kramp, oef, ik ben er echt niet goed van. Er zijn natuurlijk erge dingen in het leven, maar dat was echt gewoon verschieten. Ik lag gewoon letterlijk met mijn hoofd en mijn oren toe, zo op mijn kussen, te wachten totdat die pijn over was. Ik ga mijn dag al eens starten met een ontbijtje. Een beetje banaan met een beetje pindakaas. Ik heb geen tijd meer om een lekkere smoothiebol te maken, dus we gaan het gewoon simpel doen. En ik ga straks gewoon gaan werken, dus ik zou zeggen, let's go. Wat een zalig dagje mensen. Ik heb heerlijk gewerkt, heerlijk gefietst. Ik heb er echt van genoten. Het wordt echt letterlijk elke minuut warmer. Op het begin dat ik moest werken, om 11:30 was het echt koud. En nu momenteel is het gewoon snikheet. Volgens mij is er een hittegolf of zo. Het is echt niet normaal. Het is gewoon echt zalig. Ik ben stoked sowieso. En ik heb besloten dat jullie het hele weekend mijn weekend kunnen bepalen. Wow, ik morst met mijn glas water. Jullie kunnen dus heel mijn weekend bepalen. En ik ga dat zo via Instagram doen. Jullie kennen dat concept sowieso. Er is daar ooit een hele grote YouTuber mee begonnen. En dan heeft iedereen dat gewoon beginnen nadoen. Dus ik ga het ook doen. Ik vind dat gewoon echt iets mega nice. We gaan kijken. De eerste vraag was, ga ik vandaag BMX'en in Gent of in Roeselare? Ik heb nog niet gekeken, dus ik ben wel benieuwd naar het resultaat. ...54% zegt Roeselare. Hoppa. Dus ik ga naar Roeselare. Hoppa. Super vet. Nice. This is a Chucky Beat production. Ik ben ondertussen half op weg richting het station om de trein naar Roeselare te nemen. De volgende vraag was, wat ga ik eten op de trein? Een hamburger of een lamajoen? Een lamajoen is echt super lang geleden, maar een hamburger heb ik echt ook zin in. We gaan kijken. Ik ben echt altijd zo benieuwd wat jullie hebben gezegd. Oké, nice. 57% zegt hamburger en 43% zegt lamajoen. Dus we gaan voor een hamburger. Ik ga waarschijnlijk richting Pols Boutique, want daar hebben ze echt lekkere hamburgers. Let's go! Oh shit. Deze tent is blijkbaar dicht en ik had echt zin in een hamburger van hier. We moeten nog, voor wanneer ik mijn trein haal, nog een hamburger vinden. Dus ik ga nu zoeken. Let's go. Thanks. 3,90. Super vet. Ik heb mijn hamburger. Jullie zien het. Nice. Ik heb uiteindelijk toch een gevonden. Er is zo een kraampje aan het station en die verkopen hamburgers. Check die shit mensen. Dat is echt zo'n originele hamburger. Het is wel de veggie versie. Maar het gaat echt super hard smaken. Ik ben hier nu aan het wachten op mijn trein. Straks de trein richting Roeselare. En de volgende vraag. De volgende vraag weet ik nog niet. Ik ga er even over denken nu dat ik mijn hamburger opeet. Let's go. We zijn toegekomen in Roeselare. Jullie zien het. RSL. En de vraag die ik op de trein heb gesteld is, waar fietsen in Roeselare? Hoppa!
Trax Skatepark heeft gewonnen. Ik had de keuze gemaakt tussen Trax Skatepark en Streetspot. En er staat hier ook al een fucking harde crew op me te wachten. Hey! Super vet. We gaan richting het Trax gaan checken. Let's go. Ik kom op Skatepark Festival. Het is nu een leven toe. Ah, oké, okay, thanks. Oké, okay, helemaal kut. Blijkbaar is het skatepark afgesloten omdat er een festival gaat beginnen. Dus we kunnen momenteel niet op het skatepark en dat is voor het hele weekend zo. Dat is echt wel fucked up dat ze gewoon een skatepark afsluiten. Het laatste weekend van de vakantie voor een festival. Niets aan te doen, dus we gaan gewoon moeten streeten of zo. We zien wel. Ik ga gewoon een nieuwe vraag verzinnen. Let's go. Boeha! Hey. Ja. Alles goed? Chill. Ja, dat is mogelijk. Boom. Boom. Hey Wouter, help de vlog. Ja. Oké, okay, super vet. Jullie zien het. De homies zijn toegekomen. Ashley, Grain en Charle. Woppa. Ik heb ook random een pastaatje gekocht. Ik had gewoon veel honger en geen tijd meer om te wachten om zo'n vraag te stellen en op jullie antwoorden te wachten. Maar de volgende vraag ga ik nu bedenken. Wat is de volgende vraag? Wat is de volgende vraag? Ja, ik weet het niet. We weten het nog niet, dus ik ga het zo dadelijk op Instagram posten. Joe! Hey. De mini-ramp in het geitenpark. Ik moest toch een oplossing vinden omdat we niet naar het Trax konden. Heb ik dit skatepark uitgekozen. Voor de volgende vraag heb ik geschreven. Ik ga even checken. Trax skatepark is gesloten. Waar nu heen? Vraagteken. Geheim crossparcours of saai skatepark? Met dat saai skatepark bedoel ik het skatepark op het Kerelsplein. En geloof me, dat is echt saai. En 85% heeft geheim crossparcours ingevoerd. Hoppa, jullie zien het. We gaan naar geheim crossparcours. Let's go. Skit. Ga maar deze skillen moet gaan. Oké, dat moet. Lang halen. Bunny forward. We zijn momenteel aan de delays. We gaan nog even drinken ophalen voor wanneer we naar het geheim crossparcours gaan. En ik heb jullie laten beslissen welke juice ik ga drinken. Keuze tussen deze twee juices. Hoppa! Eentje is voor mij, eentje voor Grain, maar jullie beslissen welke juice. Ananas of bloedsinaasappel. In de auto ga ik mijn Instagram bekijken en dan weten we welke juice dat ik kan drinken. Let's go! Oké, we zijn aan de auto en ik ga onderweg sowieso één van deze twee juices drinken. Het moment van de waarheid, ik ga nu kijken. Ik heb eigenlijk zin in alle twee de juices, dus het boeit me eigenlijk niet welke.
Oh, Ananas heeft 53%. Ananas is de winnaar. Woppa, we gaan voor Ananas. Joe! Ananas gang, Ananas gang. Yeah. Ik ga echt van deze juice genieten. Thanks, want ik had eigenlijk toch wel een beetje meer zin in ananas dan in deze juice. School. Oké, we zijn op locatie. We zijn ergens in een boerendorp. En het is hier echt super mooi, niet normaal. Check die molen. Wow, yo. Het is ook echt een super mooie avond en we hebben moeten omrijden, want er was een rally bezig. Er is hier blijkbaar rally in de buurt, dus als er mensen zijn dan meedoen aan de rally, laat het zeker weten in de comments, want het was echt hard. We hebben echt super vette auto's gezien. Wow, yo. Ik ben echt benieuwd. Het is net geen super groot. Ik ben er nog nooit geweest, dus voor mij is het ook nieuw. Het wordt fucking nice. Yo. Holy shit! Check dit, mensen. Dat is gewoon niet normaal. Ik dacht dat Gent een zot raceparcours was. Maar dit! What the fuck! Nice! Oké, we gaan onze spullen aan de kant leggen. Ik heb er echt zin in. Check dit! What the fuck! Het is gewoon huge! Oké, Grain. Joe! Damn! Oké, ik ben nog nooit zo stoked geweest. Yes! Mijn been, man. Dus we kwamen weer op de Nusco, hè? Oké, super zot. We moesten wel lachen. We hebben net gereisd. Ik ben gewonnen. Louis was tweede. Grain was derde. Charles vierde. En Ashley vijfde. De reden dat ik ben gewonnen is omdat ik al redelijk veel ervaring heb in de race. Van al die sportkampen te geven. En jullie zien het, we zijn allemaal buiten adem. BMX racing is de sport waar je het meeste calorieën mee verbrandt. Oeh, dit is niet normaal. En dat is trouwens geen zeevrucht, dat is echt waar. Je verbrandt het meeste calorieën met BMX racing. Dat is de meest explosieve sport ter wereld. Je moet één ronde knallen, zo snel mogelijk. En één wedstrijd is ook altijd één ronde. En dit begint aan het starthek. En het eindigt aan de finish. Joe! We gaan nu even genieten. Even deze juice drinken. En straks gaan we nog eens racen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, man. Joe! Achter een beetje pauze. Super vet. We zijn eindelijk een beetje uitgerust. En check in welke vette omgeving we zijn. Het zonnetje is naar beneden aan het gaan. Er vliegt daar ook echt een super vette windmolen. Jullie zien het. Wow, yo, ik ben echt stoked om hier gewoon te zijn.
Joe! Let's go! Oké, super vet. We hebben hier opeens een springkasteel gevonden. Geen idee waar dat we zijn, maar volgens mij is dat een soort van verlaten locatie. De homie Louis heeft een stopcontact gevonden en stroom. En we gaan het testen. Toch wat licht, hè? Ik hoop het ook. Ja, man, ik hoop het ook. Ha, ik ben er straks. Joppa! Shit is hard. Ik hoop echt dat die mensen hier niet thuis zijn en zo. Daar brandt er alles in zijn licht. Het is hier alles in zijn fantastische locatie. Joe! Yes! Een zalige dag vandaag. Een van de beste dagen ooit trouwens. We hebben echt zotte dingen gedaan. Ik ga dat meer doen dan jullie zo via Instagram kunnen bepalen. Ja, dit kon ik via Instagram niet bepalen, want ik had gewoon geen tijd. We zijn hier random gefreestyled en dat was gewoon een beslissing dat we nu hebben genomen. Ik ga echt geen 5 minuten wachten op comments of ja, of op reacties van jullie. We gaan gewoon springen. Schoenen uit! Nee man! Wat? Schoenen uit! Oh! Oh shit! Allee, maar is dat niet zo? Oh shit! Ik kan niet wat nat maken. Het is kletsnat, mensen! Het is kletsnat! Ik geef om geen fuck, ik ga op mijn blote voeten! Joe! Super glad, dude! Oké, mensen, probeer dit niet thuis. Dit is levensgevaarlijk. Het is kletsnat. Yo! Nice! Nice! Oh my god, ik ben nat. Yeah! Like the video sowieso! Als jullie dit moment kennen, wow! Wow! Het moment wanneer dat het stopcontact uitgaat. Bij volwassenen is dit blijkbaar iets wilder. Maar ik weet nog dat we zo allemaal gingen chillen. En dan ging het springkasteel helemaal plat. Holy shit. En nu moet er gewoon iemand dat stopcontact erin gaan steken. Hey, what the fuck? Toen was het een spannend man, joh. Kleed achter de nat in. Hey, we zijn terug vertrokken. Nice. Oké, mensen, ik ben helemaal vuil. Niet normaal. Check me aan. Maar het is gewoon fun. Het is echt gewoon fun. Ik dacht echt eerst dat dat hier een super illegale move was, hetgeen dat wij hier hebben gedaan. Maar blijkbaar is dat hier gewoon openbaar terrein. Dat is hier een cakeboerderij, een kinderboerderij. Je kan hier ook snoepjes kopen, jullie zien het. Een drankje daar kopen. Hier chillen op de picknicktafels als het regent. Het restaurant is momenteel wel niet open. Maar blijkbaar is de homie Louis hier al veel geweest. Hier zitten de konijntjes. Oh, allemaal konijntjes.
Hey, konijntje. Maar die komt hier toch weer in? Ja, nee, maar ik weet dat weer in een komt. Hey. Hey, dat is Louis. Noortje. Damn. Hallo. Louis. Hallo. Oh, dit is de mooiste. Dit is sowieso de mooiste. Ja, ik denk allemaal mooi. Ja, niet dat het een kraf is. Zo mooi. Oh, nice. Er ligt hier allemaal voer voor konijnen. Ik ga nu dit konijntje voeren. Ik ga mijn favoriete voeren. En dit is deze, sowieso. Hey, rakker. Smellen, smellen, smellen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oké, echt niet normaal. Wat voor een mooie omgeving dat hier is. Check dit. Daar staan allemaal geiten. Damn. Kijk, dan werkt het niet. Ja? Nee, dat is een steen. Wat heb je? Je doet dat ook, maar ja. Is er een varken? Ja. Er is een varkentje. Ik weet het niet. Waar is het varkentje? Ja, ja, ja. Die zit helemaal onder het hooi. Wow, ik zie dat niet, man. Kun je echt helemaal naar binnen? Jawel. Hij is wakker geworden. Kan ik die nu aanraken of gaat hij mijn vingers afbijten? Ik weet het niet. Ziet er alleszins wel een lief varkentje uit. Oké, die is blijkbaar te bang, maar ik wil hem gewoon aaien. That's it. Het ziet er echt wel een raar varken uit. Wat een vat, jongen. Hey. Hallo. Mijn been. Wat zou je zien? Beast movement. Wow, yo. Vogels. Vogels. Wat? Zou ik kiezen? Ik hoop dat er niet. Oké, er zitten hier allemaal keppen. Dit is niet normaal. Hallo! Hallo! Oké, we gaan ze met de rest laten, want dit komt niet goed. Hé, hey, kunnen jullie dat weer openen? Nee, sorry. Wow! We worden opgesloten. Salutjes! 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 Dat Marne! Hey! We zitten hier letterlijk opgesloten. Hoe kan ik staan daar heen? Ja. Ah, ja. Dat gaat niet. Nee. Dat... Mijn naam is Benoit. Goeie. Dag kippetjes. Yes, eindelijk. Als ik de hater ooit te pakken krijg dat die eieren tegen mijn raam heeft gestopt, dan sluit ik hem op in dit hok bij de kippen. Dus homie, of ja, je bent geen homie, je bent gewaarschuwd. Joe! Als je te doen, hè? Ja, voor een dino niet. Als jullie hier ooit komen, het is dus de bedoeling dat je deze open doet, hier allemaal inkomt, dan deze toedoet en dan pas deze open doet. Want anders kunnen de beestjes ontsnappen inderdaad. Oh, nice. What the fuck? Check! Voor zover de kinderboerderij. Het was echt heerlijk om hier te zijn. De racetrack daar, de kinderboerderij hier. We hebben ons echt gewoon rot geamuseerd. De vraag die ik daarnet op Instagram heb gesteld is als we gezond gaan eten of ongezond, en ik ben echt benieuwd naar het antwoord. Ik ga trouwens nu kijken. Oké, jongens, hou jullie vast, we gaan kijken. Sommige mensen hier willen gezond gaan eten en sommige ongezond. We gaan kijken. Instagram. Oh, ongezond heeft gewonnen. Hey! Ongezond heeft gewonnen. 67% en 33% ongezond. Jullie gunnen mij alleen maar ongezonde shit. Wow, yo.
Ik ben niet stoked. Ik wil gezond leven. Maar deze guy wou naar de McDonald's. Dus we gaan waarschijnlijk richting de McDonald's. Joe! We zijn in de McDonald's aangekomen. Na een lange rit. Wat heb je gekocht? Eten. Ah jee. Een visburger en frietjes. Hola, hola. Thuisgekomen en ik voel me echt gewoon heerlijk. Ik ben echt helemaal kapot, maar dat is gewoon zalig. Ik heb echt een fantastische dag gehad in Drecht. Het was echt super spannend om die dingen te doen op Instagram. Jullie beslissen gewoon wat ik doe en dat maakt het gewoon echt vet. Je hebt geen keus en ik ben gewoon deze middag vertrokken naar Roeselare zonder nadenken en mijn dag is gewoon echt fantastisch geworden. Ook een shout-out naar alle homies om er gewoon echt een super vette dag van te maken. Ik ga nu 2 video's editen, want ik sta een beetje achter met die livestreams, dus ik ga dat gewoon nu doen. We gaan morgen en overmorgen ook terug hetzelfde doen. Jullie beslissen wat ik doe via Instagram, dus volg me ook allemaal op Instagram. Het wordt echt super vet. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Peace out. Ciao. Yo.